Maar je hebt in ieder geval een vier van die vuurvogel. En het bijzondere is, ja, het is geen gewone vogelveer, is al bijzonder, maar een vuurvogelveer, als je daar vasthoudt en een wens doet, die kracht van de vuurvogel helpt hem waar te maken. Nou gaan we dat als start van het rituele lied doen. Ik deel een koker uit, een quest for wisdom koker, symbool voor je eigen quest. En maak die open en dan vind je daar nog een spoortje veren met iets eraan hangen en een blaadje. En dan kun je misschien even stilstaan om te kijken je eigen geesten in het labyrinth. En misschien is er een thema wat speelt in je leven. Borrelt er spontaan een wens op en schrijf die op het blaadje die je in de koker vindt. Het is zeker een symbool van die wens. Als herinnering dat ik een belangrijke wens ben. Wil je nog een keer herhalen wat we moeten doen, Heidi? Kijk. Hier, nou, een vraag over. Als het goed is, komt daar ook een soort veerachtig iets uit met een potlood. En dat zijn twee blaadjes. Nou, als je de veer van de vuurvogel in de hand hebt en je staat even stil, misschien doe je even je ogen dicht. En is er een thema in je leven, een wens? Ja. Waar ik vandaan kom, onverzadig als een vuur kom, licht ik op en teer ik weg. Licht wordt alles wat ik aanraak en as alles wat ik achterlaat. Vuur verzekerd zijn. En Leni heeft Nietzsche zich zo met die vuurvogel vereenzeld. Hij is zelf de vuurvogel geworden. En wie wil deze dobbelsteen vangen? En nou ja, dan kunnen we zien welke wijsheid ons toevalt. Wil niemand, dan doe ik het graag hoor. Kom graag. We moeten een paar zakken boekje. Vrienden verlies je weer eens uit het oog. Maar aan vijanden ontkom je niet. Oké. En kunnen we deze wijsheid gebruiken? Dat je een reflectie erop doet. En die reflectie op dat andere papiertje uit je koker pakt als een wens ook voor de vleermuis. En welke wens voor deze vleermuis zou je aan het papier willen toevertrouwen, waardoor de wereld weer wat warmer wordt? En dan dat gekleurde papier wat je in je koker hebt, prik je dan hier als een veer op de vleermuis. Om die wens
wensen misschien al kracht bij te zetten. Kunnen we de veer ontsteken en zoals de kunst van de vuurvogel, we gaan verbranden, maar met het verbranden geven we juist kracht aan die wens. Precies. Ik krijg een trommel. De kring werd groot te maken. Ja, ze mag van mij wel vasthouden.